C90. En uw naam was? Van Vuren, dokter Van Vuren. Van Vuren. Even kijken of ik ondertussen heb zitten. Ja, hier is hij. Wilt u pinnen? Hoezo? Lampen worden altijd gratis vervangen. Ja, dat klopt. Het arbeidsloon rekenen wij nooit. Maar dan blijf je zitten met een stukje huur voor de ruimte natuurlijk, je gereedschap. Dat komt alles dan bij elkaar op €1.994,83. Wat? Ja, dat lijkt een hoop geld, maar dat krijgt u allemaal terug van de verzekering. Dus dat komt helemaal voor elkaar. €1.995 voor het vervangen van een paar lampjes? Mag ik die facturen zien? €495 voor het maken van foto's. Ja, de foto, ja. Ik zag dat het alweer een tijdje geleden was, dat er een foto was genomen. Dus dan maken wij even een foto van de auto. Een foto van de auto? Een foto van de auto, ja. Waarvoor? Ja, voor de zekerheid. Gewoon om even te controleren dat er toch niks verdachts mee is. En? Nee, er is niks verdachts mee. Maar ja, je kan het maar weten. En wat zijn dit dan nog voor kosten? Ja, ik heb ook nog een paar kleine onderzoekjes gedaan naar de koppakking. Maar dat was echt om uit te sluiten dat er iets mee mis zou kunnen zijn. En was er iets mee mis? Nee, er was helemaal niks mee mis. Maar het lijkt me zo heerlijk voor u om dat zeker te weten, dat het gewoon allemaal in orde is. En de rest van dit bedrag dan? Ja, het heeft natuurlijk alles bij elkaar wel langer dan 2 uur geduurd. Dus dan is het geen normale reparatie meer. Dus dan rekenen wij het hele bedrag voor een dagbehandeling. Maar toen ik vanochtend kwam afleveren, heeft het toch wel een kop koffie en een sprits genoten? Ja, de koffie was goed, ja. Nee, dat is goed. Daar hechten wij aan. Dat is belangrijk. Dat hoort erbij, hoor. Wat een afzetterij, zeg. Het is dat ik haast heb. U mag van de bovenkant insteken. Meneer, ik ben gynaecoloog. Ik weet heus wel waar ik wezen moet. Ach, nou zie ik het. Zo lekker, fris voor het weekend, ja. Dat is lekker. Nog even wassen, knippen en feunen. Oei, en wassen en knippen en feunen. Dat zijn 3 verschillende behandelingen. Daar heb ik eigenlijk 3 aparte afspraken voor nodig. Maar dat hoort toch allemaal bij elkaar? Bij elkaar? Ja, weet je, wij hebben het hier verschrikkelijk druk. Dus als iedereen opeens en dit en dat wil, ja, dan loopt alles in het 100. Het spijt me, je kunt op de wachtlijst. Ah, kan jij het niet even doen? Jou vertrouw ik. Nee, wij hebben hier geen vrije kapperskeuze. U moet doen met wie er beschikbaar is. Nou, ik vind dit echt heel slechte service. Als u niet tevreden bent, dan moet u naar een andere kapper. Dat is marktwerking. Maar die andere kapper in het dorp is ook van jullie. Ja, dat klopt. Hi. Dus, Dirk, gaat het weer goed? Ja? Nou, fijn. Goedemiddag. Ah, meneer Van Vuren, ik kom voor de schoenen. Ik heb ze gebracht voor nieuwe zolen. Dit ziet er toch niet uit? Oh, dat. Ja, dat moet nog even bijtrekken. Dat duurt 1 week of 3, hooguit 4. Een week of 3, 4? Ja, dat hou je met leren. Dat is een natuurproduct. Maar ik moet ze vanavond aan. Oh, eens even. U mag blij zijn dat u zo snel terechtkomt. Maar zo kan ik toch niet naar een gala? Het is ook een operatie die wij weinig uitvoeren. Dus er zit een risicootje aan. Gewoon nieuwe zolen? En ik had het druk, dus ik heb het mijn vrouw laten doen. Is die schoenmaker dan? Nee, die is pedicure. Maar dat is ook met voeten dus. Ik kom hier voor een gediplomeerd schoenmaker. Dat staat toch op de muur? Oh, dat keurmerk. Ja, dat heeft onze zoon getekend. Dus dat betekent helemaal niks? Nou, het betekent dat hij behoorlijk goed kan tekenen. En verder is het een veer in het eigen poepgat. Dat is zelfcertificering. Maar wij zijn wel degelijk een voetverzorgend instituut, hoor. Zo hopelijk ben ik ook niet om een goede geldsommel weer te geven. Ja, doet u ons een flesje Bourgogne, doet u maar de Fleurie. Prima, ik heb de Côte du Rhône Troutneuf du Pape opgeschreven. Nou nee, die is veel duurder. U trekt het toch af van de belasting, dus uiteindelijk betaal ik met z'n allen. Maar ho even, dat is heel andere wijn. Ja, dat weet ik wel. Maar het heeft dezelfde werkzame bestanddelen.
En deze leverancier die biedt mij met enige regelmaat een heel mooi congres aan op een exotische locatie waar wij dubbelblind en gerandomiseerd onderzoek doen naar de bijwerkingen van deze wijn dus. Maar ik krijg een knallende hoofdpijn van een Châteauneuf du Pape. Hé, hoor ik als mijn vak, hè? Ik weet heus wel wat goed voor u is. Het is zo fijn om hier te werken vandaag. Ik heb zoveel van jullie geleerd ook. Oh, dat is fijn. Hij is vanmorgen wakker geworden met een oorontsteking. Oh, dat kan heel naar zijn. En zojuist is hij ook nog uit het klimrek gevallen. Arm uit de kont. Ach jeetje. Dus ik ben op weg naar de dokter. Maar ik kan natuurlijk maar met één ding tegelijk aankomen. Dus ik denk dat ik nu maar die oorontsteking doe. En over 9 weken dan maar dat armpje recht laat zetten. Ja, 1 behandeling tegelijk hoor. Hoi. Thank you.